Ik heb altijd twee hengeltjes bij me. Eentje als reserve. Vooral omdat ik heb meegemaakt dat ik tijdens vissen mijn topje afbrak. En ja, dan kun je helemaal niks meer. Dan is de visdag voorbij en kun je naar huis toe. Dus zodoende heb ik altijd twee hengeltjes bij me. Nou, ik vind qua lengte voor vanuit de bellyboot vind ik fijn dat ze zo rond de 2,10 meter lang zijn. Het liefst met een kort handvat. Want mocht je een wat te lang handvat gebruiken, dan ga je hier last van hebben met het werpen. Vooral omdat je laag zit en schuurt het handvat over je tas heen. Dat is niet fijn. Dus vandaar dat ik een kort handvat graag heb. Deze gaat tot een grammetje of 18. Is genoeg voor de visserij op baars. Ik vis met kopjes tot maximaal 10 gram. Dus dit is perfect. Moletje, ja, 2500 modelletje. Die voldoet prima. De lijn die ik gebruik is een gevlochten lijn van een millimeter of 8 à 10 is ook meer dan voldoende. Je hebt toch al vaak last van snoek tussendoor, dus ik heb liever iets een dikke lijntje. Het hoeft voor mij niet allemaal zo ultra light te zijn. Ja, en daarvoor gebruik ik een voorslag, fluorocarbon. Die hebben wij ook in ons assortiment. 3000ste of zo, zoiets is prima, gebruik ik. En ja, dat is een klein speldje met dit soort chatjes.